leuk eten. Niet van mij. Niet enthousiast, hè? Ik ga hier vanavond. Je hebt wel heel veel gegeten, jij. Heel veel? Ja. Zoals, weinig. Je had nog wat over, dat kon ik nog kwijt bij jou. Hier, hoor. Ja, gisteren kon ik een rondje laten vallen. Volgende keer kunnen jullie er ook weer bij zijn. Hallo. We hebben bericht gehad dat we de 24e in de zaal kunnen. En dus die week de 22e en 24e zal er een opstelling staan met stoelen. En dan die net vorig jaar even aan de kant zetten. Even goed kijken hoe het staat en dan weer zo terugzetten. Of is dat geen probleem? En nog een keer, nogmaals, de 29e, maandag 29 juni, dan trainen we buiten bij het Geestmaandag. Dan is hier de musical en dan kunnen we er echt niet in. Dus dat je niet voor de dichte deur staat, maar ik heb buiten het Geestmaandag. Maandag. Maandag, ja. We woensdag 1 juli thuis trainen. En is gewoon hier weer trainen, ja. En dat is de laatste van? De zaterdag. Die zaterdag. En dan 5 juli hebben we het seminar met Will. Dan is het echt de laatste dag van het binnenseizoen. Voor degene die nog nooit op Geestmaandag mag zijn geweest, maar ik denk bijna iedereen die nog nooit is geweest, dat is aan deze kant van het Geestmaandag. Als je zeg maar, de Daalmeer uitrijdt en je rijdt tegen het Geestmaandag aan, en die kant ook een grote parkeerplek en een restaurant. En we staan eigenlijk voor dat restaurant en bij het water. Dus dat is aan deze kant van de Geestmaandag. Voor de... Ja, Alkmaar zeg maar. Voor de golfbaan daar? Of is het veel verkeerder? Ja, het is echt helemaal aan deze kant. Oh, geen golfbaan. De volgende afslag, ja. Ja, als je deze afslag neemt, dan is het niet deze, maar de volgende afslag. Klopt, ja. En dan is het gelijk rechts Geestmaandag. Zuidpunt? Ja, dat gaat wel. Meestal stuur je nog wel een mailtje rond, maar precies waar het is, dus dat zal een beetje ook weer komen en mijn nieuws maken. Oké, ga eerst even zitten met de ogen dicht. Thank you.
vooral probeert tijdens de beginoefening op je centrale as te letten. Bijvoorbeeld bij die eerste beweging voel je alleen maar dat je centrale as draait. En de rest is eigenlijk helemaal ontspannen. Dus je kan het ook zo doen, maar dan kijk je naar het verschil dat ik echt alles mee beweeg. Alsof alles gaat, dan krijg je dit. Een hele zware, logge manier van bewegen. En je voelt alleen maar die centrale as en die beweegt. Schouders en alles is helemaal relaxed. En eigenlijk die centrale as die gaat straks buigen, die gaat naar voren en omhoog. En die gaat allerlei dingen doen. En probeer steeds vanuit je centrale as te voelen. Ich, ni, san, chi, ho, rok, chich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, chich, hach. Ich, ni, san, chi, ho, rok, chich, hach. Ni, ni, san, chi, ho, rok, chich, hach. Nog een dingetje erbij. Ik zie in jullie ogen dat er niet zoveel ki uitgaat, zeg maar. Je bent met iets anders bezig bent, dan probeer je steeds ki uit te sturen. Ook als je kijkt, ich, ni, san. Ki uitsturen. Voren, ich, ni. En dat, met je tel kan je dat nog accentueren. Ich, ich. Zeg, ich, ni, san, chi. Oh, ja, dat is iets heel anders. Dan zie je die ki eigenlijk stopt. En zo heb je dus eigenlijk met alle oefeningen ben je ki aan het uitsturen. Dus je tel, het kijken, soms ook door je handen, op bijvoorbeeld of omhoog, stuur die ki uit. Tel, ki uitsturen door je lichaam en in de beweging. Ja. En dan gaan we naar beneden en omhoog. Ich, ni, san, chi, ho, ro, chi, hach, ni, ni. Sam, chi, go, ro, chi, hach, ich, ni, san, chi, go, ro, chi, hach, ni, ni, san, chi, go, ro, chi, hach, ich, ni, san, chi, go, ro, chi, hach, ni, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, go, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach, ich, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach, ni, ni, san, chi, ro, rok, chich, hach. Perfect, zo voel je veel meer ki. Misschien merk je nu het ook effect dat je je ki sterker is geworden. Thank you.
even een laag. Each, me,
san, chi, ich, mi, ich, mi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chich, 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 ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, ich, mi, ich, mi, san, chi, ich, mi, ich, mi, ich, mi, san, chi, ich, mi, ich, mi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ich, mi, san, chi, ro, rock, chich, hatch. Als we nu gaan rollen, doen we hetzelfde. Dus je kijkt in de verte. De laatste oefenen. En als je rolt, kijk je weer in de verte.
voor de oefening loop maar gewoon even door. Dus niet dat je aan het struggelen bent om er helemaal te komen en zo. Nu kijk ik al zo. Dan is omhoog. Dat doe je niet. Kijk in de verte. XMI. Door de muur. De persen in. En blijf doorgaan. Je kijkt zo. Stap voor stap uit hoe je dat kan doen. Ja, zo vaak. Alle hele mekaar. Dus dat wil ik eens gaan oefenen, heel kort, voordat we natuurlijk ook verder gaan naar onze programma's. Voor beginners zal het iets lastiger zijn te volgen, dus kijk hoe ver je kan komen. Ik wil eventjes zo vlot er doorheen gaan. Wat we eigenlijk gaan doen als eerste, nou je hebt nog staan, dat doen we met onbuigbare arm. En het eerste wat we doen, je mag straks door mij testen, want ik kan het laten zien. Dus eigenlijk, je staat zo en je gebruikt ook je ademhaling. Je doet echt. En daarbij ga je een beetje naar voren met je arm. En de allereerste test die ik deed was zeg maar. Als je maar nog een keer zo een nietje pakt en je gaat hem inzetten, moet je eigenlijk naar voren gebogen. Naar voren ging bewegen. Ja? Dus mijn kier gaat echt heel fysiek. Als je hem nog een keer inzet, werk ik naar voren toe. Ja, dat is eigenlijk extend key. Straks ga je dat steeds meer verkleinen, dat er eigenlijk geen beweging meer zichtbaar is. Maar van binnen doe je nog steeds die extend key. Ja, dus maar naar voren duwen met de gebogen arm, dat gaat niet allemaal lukken. Dus we gaan meteen naar die volgende stap. Maar hou dat in je achterhoofd, dat je eigenlijk naar voren wil gaan met je arm. Je hoeft niet echt helemaal zo te lopen. Maar je intentie is van, ik ga naar voren. Ik wil echt naar voren gaan. En daarbij doe je echt een duidelijke kie-ademhaling. Dat gaan we ook steeds meer afbouwen, maar echt nog volop, echt overdreven. Ja, dus als je buigt, je zit voor en je gaat buigen. Dus dit is te overdreven, maar om je het gevoel te geven, lichaam beweegt naar voren en je stuurt heel veel kie uit met je ademhaling. Een keer. Die. Ja, dat is de eerste.
Die we gehad hebben.
de eerste was. Steeds kleiner maken qua geluid en qua inspanning, qua beweging. Maar nog steeds diezelfde key die je net voelde, die eigenlijk niet te buigen is. Ja, dus die twee ga ik proberen. Ja. Steeds meer vriendelijke. Hij heeft het seminar in Italië, had hij heel erg last van zijn nieren, maar echt ernstig, erg. Vlak voordat we naar Italië gingen, dus hij twijfelde zelfs of hij nog wel kon gaan naar het ziekenhuis, waar hij huis als ziekenhuis. Maar dan zei hij van, nou, wij kunnen er niks aan doen op dit moment, ik kan gewoon gaan. Pijnstillers mee en toen is hij gegaan. In het begin had hij daar nog heel veel last van die pijn. En dat zag je ook al aan, omdat het is niet gewoon pijn, niet zo pijn als je voelt bij Nikyo, maar echt enorme pijn, zeg maar. Ik zal gewoon helemaal bleek wegtrekken. En zijn manier om daarmee om te gaan is natuurlijk ook vanuit zoals hij in het leven staat. Hij wilde dingen ervaren als ze er zijn. Dus hij ging echt naar die pijn toe om dat te ervaren. Dus ook tijdens het seminar, als hij er last van had, dan bleef iets op de achtergrond. Om gewoon even bij die pijn te zijn, zeg maar. Ik heb wel veel te drinken, want dat is al dokters advies. Maar ook gewoon echt
bij die pijn zijn. En ja, je zag, het is best wel knap eigenlijk, die deed met zoveel pijn en dan toch gewoon daarbij blijven. Ja, hij zei die nacht ook dat hij dat kreeg voor het seminar. Hij zei, hij kon niet slapen, niks. Hij wist niet waar hij moest zoeken, want dat was gewoon zo pijnlijk. Ik kan het gewoon bijna niet voorstellen, maar ik kan het ergens wel indenken hoeveel pijn dat is geweest. En hij pakte dat eigenlijk op om door er zo bij te zijn en eigenlijk ook zo'n kieveld te creëren, zodat je de pijn beïnvloedt. En dat is natuurlijk, als jij net Nikyo inzet, voel ik het wel. Ik voel die pijn wel. Maar ik voeg die key aan toe die je net hebt ontwikkeld. Dus ik voeg dit, voeg ik eraan toe. Het is niet alleen van, die pijn. En je voegt er ook key aan toe, door er echt met je aandacht bij te zijn. En hij had ook, tijdens het seminar was hij met iemand van Takamutsu Aiki, van die stijl bezig, was heel fanatiek ook. Wel prima samen doen, maar wel op zijn manier fanatiek, dus die zit alles hard in. En dat deed hij eigenlijk ook, gewoon steeds key uitsturen en dan ging hij wel meebewegen, maar hij creëerde wel steeds dat keyveld, zodat hij eigenlijk nooit die pijn voelde. En dat wilde hij ons eigenlijk leren van hoe je dat dan doet, als je met andere stijlen bent en ze zitten echt hard in. Hoe kan je met die pijn omgaan, zeg maar, als je key uitstuurt, zodat het eigenlijk minder effect op je heeft. Dus daarvoor zijn we het eigenlijk ook aan het even goed bewegen. Ja, dat, ik zal het je nu laten zien, want je kan wel beslissen om gewoon mee te gaan. Ja. Maar dat kunnen we meteen wel doen. Ja. Ik zal even de vorm laten zien. Dus je pakt met twee handen vast. Je ging ermee oefenen, je mag het inkomen. Dan heb je hand hierop, dan komt hij op deze. Dan krijg je de Nikyo. Dat is een redelijk makkelijke vorm. Dus je neemt even mee. Hand hierop. En dan loopt in de Nikyo en naar beneden. Dat is geen torso default, zeg maar. Ja. En tenkan. Leg je hand op die voorstel. Die met de hele zo is die. Dat die blijft liggen en dan deze naar Nikyo en naar beneden. Dus dat is de vorm. Hier, ik zal die eerst natuurlijk. Hier leg je die hand hierop. En dan komt die hier achter en dit gaat naar beneden zo. Die hand hou je hierop. Met key, dus die kan eigenlijk niet weg. Die moet je gewoon met key vasthouden. Kijk maar, als ik dit doe en ik doe dit, zou hij loslaten. Zal ik loslaten, ja. Behalve de SM'ers onder ons, die blijven dan lekker vasthouden. Leer elkaar kennen. Dus daarvoor heb je eigenlijk je hand erop liggen dat je hem fixeert. Snap je? Dat zijn de twee tijden die ik wel vaak gedaan heb. Dus als je hem nog een keer bij mij doet, kom je net hier met je tank aan. Hier hand ongeveer. Naar beneden. En wat je dus meestal doet, is dit. Je zet hem in. Ja? Meestal doe je het waarschijnlijk zo. Ben je eigenlijk zo ontspannen dat je meegaat en het eigenlijk wel helemaal ontvangt. Maar dat leren wij gewoon wel ontspannen zijn en mee te bewegen. Een andere optie zou kunnen zijn als je hem inzet, dat je heel veel kracht gaat zetten. Ja. Doen we meestal ook niet, maar als je hem echt goed inzet, kan ik ook niet meemaken. Precies, ik laat het ook blijven. Ik krijg hem dan gelijk om mijn oren als ik alleen mijn fysieke krachten doe. Mag ik hier iemand spannen als je naar beneden gaat? Meestal doen we dit en dan kloppen we gewoon af. Als het te ver zou gaan, dan weet ik niet hoe ver ik kan. Nu gaan we dus oefenen als hij hem inzet. De eerste is, jij zet hem in en ik ga naar voren bewegen. Ik beweeg naar voren, zie je dat? Eigenlijk die. Dan zal je zien wat het effect daarvan is. Dus hij zet hem in. Ik ga naar voren bewegen. Ik zeg echt extend hier, maar gewoon door blijven zetten, want ik ga wel gewoon mee, maar ik ga wel naar voren naar hem toe. Dat is wat je hier doet. Hij zet hem in, en ik ga naar voren. Ik ga wel naar beneden, dus ik beweeg wel mee, maar wel naar voren, dus overdreven extend key, zeg maar. Ja. En je zal voelen dat die pijn hier heel erg minder wordt. Veel meer key, zeg maar. Die komt weer bij mij, ook, heb ik het idee. Nee, maar waarom moet jij hem naar voren, het lijkt me of je terugkomt, zo voelt het een beetje. Nou, nog een keer pak je hem vast, dus je echt een beweging maken, nog dit denk ik al. Hier, en de tweede ga je dat wat verminderen, dus je gaat naar beneden, ik ga nog steeds naar voren. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik naar voren ga. Dus ik ben niet zo. Ik voel nog steeds, ik ga naar voren toe. Ik voel die extend key wat we net ook deden.
Een derde wil je eigenlijk helemaal naar binnen gaan. Dus niet meer hard duwen, niet meer wat zachter duwen, maar nog wel naar voren gaan. Zoals aan de inzet, ga mijn kier naar voren. Niet zo ontspannen, volgen, niet te tegenvechten. Ontspannen, blijf je naar buiten bewegen. Dus nog een keer. Hier, zet hem in en blijf naar voren gaan. Ik duw helemaal niet tegen hem, dat is ook in het begin ook te duwen tegen hem, maar eigenlijk is het niet zo. Ik beweeg gewoon naar voren met mijn arm, zover als ik kan. Ik hoef niet tegen hem aan te duwen, maar mijn kier is naar voren gericht. Ja? Ja. Ik toch voelt het. Jammer dat jullie dat jij de controle hebt en niet zelf die jij ook. Ik ga gewoon naar boven, maar ik ga niet echt zeggen, maar ik hou het niet zeg maar van mijn lichaam.
Ik heb een kopje van Nata.
niet uit of je extern key doet of naar one point gaat. Het is eigenlijk hetzelfde, kan je ermee bereiken. Ja, dus net ging je naar buiten toe, maar je kan het ook naar binnen laten gaan. En dan laat je eigenlijk die energie van die ander helemaal binnenkomen, maar wel met extend key. Ja. Je? Dus in plaats van dat je die kant die intentie gaat, gaat het die kant op. Ja? Die kant op eigenlijk, toch? Want dat is met een deze. Ja, maar denk nog maar aan één kant, zeg maar. En dat, uiteindelijk gebeurt dat wel, maar dan wordt het dan weer meteen plus en min tegelijkertijd aan het ervaren, is wat lastiger. Maar dat gebeurt wel en natuurlijk uiteindelijk. Ik denk alleen nog maar van, zeg maar, ik ga die kant op, wat we net deden. Net ging hier allemaal naar buiten. Hè. Dat voelde je echt als extend key, keystroom naar buiten. Ja. Aandacht gaat naar buiten. En nu ga je die kant op. Dus als je een beetje maakt. Want samen dus net gingen we naar buiten, dus ik stroom naar buiten met mijn key. Ik ga die kant op. En nog een keer als je hem langzaam inzet, zal ik het laten zien. Ik zet ook wel door. En ik laat het naar me toe gaan. Ik haal het. Laat het in me komen. Iets langzamer inzetten, dat kan ik misschien nog beter zien. Ik zet hem in. Naar me toe. En ik laat het naar me toe komen. Ja, zet door. Ik laat het echt helemaal in me komen. Ik ga niet naar voren, maar dat komt naar mij toe. Het lijkt alsof het verdwijnt of zo. Ja. Een beetje het gevoel van een. Los top. Zeg je dat? Een zandloper. Ik heb het zelf niet bij Wil gevoel, maar Mark, Wil deed met Mark voor. Dus wij zaten echt onderzoek hoe voelt het nou bij Wil. En dan was het precies hetzelfde. Het voelt alsof het gewoon allemaal door hem heen gaat. Alleen op een bepaald moment is het gewoon hier blijft hij en dan kom je niet meer bij. Maar het is niet dat het echt geblokkeerd wordt, maar. Het is er gewoon niet, zeg maar. Weet je wat jij net zei? Ja, dus je laat het wel toe. Maar op een bepaald moment is het zat. En dan blijft het daar ook gewoon. Hier, dan blijft het er. Wat je ook doet. Je zal voelen, je komt niet verder. Maar het is niet doordat hij druk geeft. Nee. Doet de accent key. En dan voor de key naar beneden. En mijn ding is gelukt. Key is naar one point. En dat is niet extended. Maar het gaat hier naar binnen. Verwijt het in je one point of de grond in. En dat is het testen, maar dat is het laatste wat we doen. Niet extern, maar wel om als die energie komt, naar binnen laten gaan. Die was er bijna voor aan het knippen. Oh, wil je niet, is dat niet? Ja, dat is een beetje een
Oh ja. Ik heb het nog eens zachtjes proberen. Oké, een kleine blik in de masterclass. Wat je verder nog wilt zien is qua technieken, zeg maar, als je het vast hebt. Net pak je de voorste hand. Maar je kan ook, zeg maar, op die achterste hand kan je hem ook pakken. Niet te snel even naartoe duiken, hier voel je dat hij naar beneden gaat. Maar als ik op die andere hand pak, hier, tegenaan en hier, ja, dan pak ik eigenlijk ook Nikyo erop. Dus dan krijg je eigenlijk dat je deze... Oh, de Sankyo. Lijkt op Sankyo, ja. Wat te lijf staan. Dus dan moet je even staan. Dan pak ik hem op die hand, hier. Er zit hetzelfde Nikyo gevoel in. Ik had hem nog nooit zo gezien, maar hij zegt ook, klopt. Allebei ik had hem nooit zo gevoeld. En dan het laatste, gewoon om te laten zien, dat vond ik ook wel een leuke uitvoering. De hier zit, draaien, en dan hier achterlangs. En dan kom je eigenlijk uit op bijvoorbeeld deze Nikyo. En doe je een extent werken. En hier pak je nog die andere. Dat is een paar die doen. Dat is leuk, maar ik heb ook video gegeven, want dat is een mooie. Hier achter heel langs gaan. Dan kan ik hem hier deze pakken, die we net deden. Andere. Ik zie niet hoe het erop is. Ik voel het al bijna als je het ziet. Ja. Dus dat gaan we niet oefenen, want dat is te veel. Dus ik vond het wel leuk hoe je dat weer aan elkaar knoopt. Hè. Ik zou nu eigenlijk willen voorstellen om je eigen programma te gaan oefenen. En ik wou eigenlijk net de vorige keer even laten zien van hoe dan het programma gaat, zeg maar, als je. Kijken of hier nog allemaal goed langs komt, maar dat zullen we zien met jullie nog. Dus ja. Als je naar de 60 cube Kotai.
Thank you.
schroeven doorheen. Thank you.
je mag er ook al. Wil jij ook al wat doen? Ja. Ja, kom maar even. Ja, kom maar. Je mag nog een 200 vasthouden. Ja, dat kan ik duidelijk. Mag je ook hoor. Ik ga hem van hier lopen. Ja. Ik kan het kaart zien op het in de buurt. Dat is het. Dat is het. Als je de aangevallen met Shomonichi Kotai sta je dan. Ja, en dan zet je die weer. Zet je vast even in Kotai naar voren. Ja. 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 En met welke hand houden we namelijk
Ja.
niet bij. Oh, Jezus Christus. Oh. 83. Ja, je stapt in meer. Ja. Ja. Dat is jammer. Je hoeft hier aan die kant te huren. Je hoeft hier aan die kant te huren. Wat is voor jou? Ja. Dat is nu... Je stapt gewoon meer. Ja. Hij was ook niet op de dag. Maar. Ja. Ja. Dus ga ik overdreven, ga ik hangen. Maar dat is het verschil met het En dat verlengen. Ja. Dus met Martijn deed je het vorig jaar wel eens voor. Dat voor mijn dat je zeg maar je kan het hier omhoog en dan ja, je mag gewoon lopen. Ja, je loopt een stukje mee eigenlijk. Ja, ja. Dat komt nu niet zo goed uit mijn tafel, maar woordelijk. Kijk, je wordt teruggestuurd, dus als je iets hebt. Oh, nee, ja. Mag je rustig naar schade staan? Ja, oké, okay, go ahead. Ja, oh, dat is het. En daar nu stap ik in zijn. Ja. Ja, dat is Een stukje opzetten. Ja, ja. 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 Ja, Oh, ja, ga ik
Doe het de volgende twee. Ja, dat is heel mooi. 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 Ja, dat is heel mooi.
Donald Duck is Thank you.
Okay.
Ja, blijven draaien. Hij draait heel veel. Ja, maar de laatste kennis, dat ben je niet zoiets van vergeten. Ja, daar had ik op een gegeven. Dankjewel. Leuk hè, dat is goed hè. Dankjewel. Ik moet je vragen voor, goede rekening om te zien. Mooi hè. Zijn er op dit moment nog vragen? Dat is nog niet duidelijk hè. Kata door Nikyo. Kata door Nikyo, ja. Dan Kata door Nikyo, ja. Oerakaat. Ja. Hij komt eraan, zet ik hem gelijk in, dan ga ik tanken, of ga ik de tanker in en dan samen inzetten. Dat moment. Dus je zegt Oera? Ja. Dan. Oké, inzetten en dan tanken. En dan. Ja. Ja, eerst erin zet en dan tanken. Heb je ook nog een vraag over? Joko Munitsi. Joko Munitsi? Als je naar die mag komen. Ja? Die Kotai heb ik. Die stapjes heb ik niet. Dan kan ik ook niet degene die Ryutai kan ik wat doen. Maar klopt, ja. Een beetje prima. Is niet echt van. Joko Munitsi. De stapjes doen. Dan mag je komen. Dus komt hier. Komt hier naartoe. Je hand komt hierop. Ja. En dan doe je, hij noemde het crab step, dus tien. Dus mijn hand hier. Mijn gezicht is aan die kant van zijn gezicht. Pak hem vast. Nee, maar ik denk al niet mee. Dat is de kant uit. Dat is paar dingen van mijn kant. Dan stap je voor hem langs. Die storm wordt en hoe kalmer jij blijft, zeg maar. In het begin is het nogal, hoe meer je traint, door steeds meer onder druk te komen staan, aanvallen, bewegen, maar steeds gecentreerd te blijven. Dan wordt het een onbewuste manier van doen. Ja. Dus wat ik wel eens merk, als ik gehaast ben, juist door te gaan aikido kom, word ik juist meer gecentreerd. Ook door die centrifugaalkrachten, dat je gewoon steeds in het midden bent, dat brengt je al naar het midden. Ja, dan kan juist dat een tool zijn, wat nu lijkt, wat je uit het centrum haalt, kan dat een tool zijn om je terug te brengen. Ja.
Maar wat je zei, dat klopt. Hè? Toen ik zei van hou kalm in je as, dan deed het ook meteen. Dus, ja. Dus teruggaan naar je tandem, dat is een heel goede strategie. Ja, soms wordt het je wel eens te veel. Dan is het even eruit te stappen en terug te gaan naar, naar jezelf, naar de basis en vanuit daar weer een, iets te gaan ondernemen. Ik ben oké. Voor mij blijft nog een uitdaging bij de Jonkyo. En de Oerderkant. Het overpakken van mannen. Wanneer gebeurt dat precies? Soms heb ik dat het daar wel tijd voor en dan gebeurt het wel. En soms merk ik wel dat ik hem niet kan pakken. Ja, dat steekt wel. Ook in een goede extensie. Als je een goede Ikyo maakt, als je een goede Ikyo maakt, dan kan je hier met die hand iets doen. Zag je? En daar is de tijd. Maar er is een soort samenspel tussen één hand die draait hier en die andere hand komt er al bij. Zeg maar. Als die klaar is met de Ikyo, dan is die al onderweg, zeg maar. En als je zeg maar dit doet en dan pas kom je erbij met je hand, dan ben je te laat. En eigenlijk train je die fout al in een in statisch bewegen. Dus als ik zo. Stap zo. Hier, als ik zeg maar gewend ben om bijvoorbeeld dit te doen en dan pas die erbij, ja, met dit te laat zijn, dan train je. Dus als het straks snel gaat, dan train je eigenlijk iets fout. Ja. Straks bouw ik hem op naar Sankja en Jonkyo. Dus eigenlijk als hij valt, train je, dan komt er gelijk achteraan en dan ga je verder. Als je traint dat die interactie tussen links en rechts, dat die op elkaar aanslaat. Ja, dat het elkaar verleden. Je ziet het wel eens met de Shionade, dat het even, hoe die hand zo was geladen, een beetje zo gemakzuchtig. Dat gaat je opbreken later, zeg maar. Dat kan wel, maar train je daar niet in, zeg maar. Dus als je komt, je hebt twee handen hier, en die twee handen hier, hou ik zeg maar in de hand. Naar de plek. Dus zeg maar hier omhoog, ga naar beneden. Hier. Je ziet er bijna. Pak je gelijk Jonkyo. Dus als ik gewend ben om dit te doen, dan ben ik te laat. Kijk maar als het snel gaat. Ja. Hij valt zich naar je ene, dus je bent een soort slot, volgens mij een sleutel met allemaal kakkeltjes. En dan gaat eerst dat die ene klikt. En dan die volgende. En het is niet van dat die even wacht en dan komt die volgende. Hij klikt er zo in, zeg maar. Dus hier. Klik. Langzaam. Hij valt naar beneden. Hij is nog niet eens klaar met stiekje, joh. En als hij klaar is, is gelijk die. Sankyo is eigenlijk hetzelfde. Ik kwam er net ook tegen. Dus als je bij Sankyo dit doet. Hier.
Het jonk is wel dat je allereerst deze erop zet, hè, voordat je hem overpakt eigenlijk. Ja. Ja. Om je tijd op slecht te houden. Ja. Als ik dat zou doen, dit. En dit. En is hij weg. Ja, dat gaat goed. Maar hier zit hij in een tape slecht. Ga maar eens omhoog. Ja, nee. Dus ik zeg van nou, ga je maar eens omhoog. Ja. Nee. Dan loopt hij in de jonkje ook. Mijn hand er nog bij. Lekker, dat is de grootste van die hand open. En als je hem langzaam hebt, dan is het hetzelfde verhaal. Dan pak je hem op en je zet dan eerst die jonkje in. Die pin je erin, ja. En dan zet je die hand om. Ja, precies. Ja. Ja. Het is hetzelfde bij Kotai. Hier heb ik hem zeer. Ja. Die blijft. Ja. Dus ik ga nooit dit weghouden. Nee. Nu is hij weg. Ja. Ja. Zo. Hier draai ik omheen steeds. Soms doen we als dit, hè. Dat was de eindhouding, dan ken je wel. Ja. Zit er nog steeds in. Nou ga ik hem hier niet loslaten en dan. Hè? En weg. Ik heb nog steeds hier die slapte erin. En dan pak ik hier over. Dan kan ik hem even loslaten om door te schuiven. Hij zit erin. Ik haal hier de slap eruit en dan kan die arm naar voren glijden zodat hij hierin komt. Ja. En dan, ja. Ja. Hetzelfde idee, als ik dan hetzelfde, dit is dan zeg maar de Ikyo, dan is dit de Yonkyo bijvoorbeeld, wat we net deden. En dan is het ook een korte kruisje. Zit erin, doe ik ook niet zo. Oh, wacht even. Even s'nachts hier steken. Ja, precies. Ja, dat is ook goed, hè? In het begin is dat prima. En dat is ook fijn dat iemand blijft liggen die dit kan ontdekken. Maar daarnaast is het gewoon continu teken op slecht. Dus ook als je dit doet, hè, je verwacht hem al. Ja. Dat is het ook niet helemaal. Nee. Dus controle. En dan bepaalt dat het is. Ja, dat zeg ik, als je snel gaat, dan ben je dus gauw die controle kwijt met die capilleroes. Ja. En het is gewoon heel mooi als je dat dus doet en echt op gevorderd niveau, dan blijft het helemaal op elkaar aangesloten. Ik zet het helemaal niet zo onder druk. Niet zo bijvoorbeeld als je net voelt met die Nikyo. Samen heb je zo'n samenspel dat de hele tijd kan je niet weg. Niet weg, maar het is wel de hele tijd dat hij onder mijn controle is, zeg maar. Ja, ik kan niet weg, maar het komt onder mijn controle. Want ik maak verbinding met hem. Ik heb niet dat ik dit ga doen. Dan is hij al weg. Nou is hij al weg. En dat doe je dus eigenlijk niet. Dus je continu. Het is net een soort basketbal. Je laat hem stuiteren, dus hij is even vrij. En dan komt hij terug. En dan sta ik al klaar om weer om te laten stuiteren. Gaat hij zo weg. Zo'n gevoel is het. Kijk maar. Dus hier, hij stuitert. En zelfs die laatste, hij stuitert. Je moet heel meteen erachteraan stuiteren. Dan krijg je zo. Dit maar weer. Heb je er iets aan? Ja, echt wel. Ikyo. En als Ikyo klaar is, staat die ook klaar. Of om Sankyo te pakken. Ja. Of om Yonkyo te pakken. Ja. Nou, ik deed dat anders. Sankyo inderdaad. Ik maakte een klein lichaam niet in die jonkje lopen, maar ik maakte daar zelf een klem in. Waardoor ik dus, waardoor je een stukje verder ging, dan kom ik dus met die achterste klem. Met het overpakken kom ik er gewoon niet tijdig terug of tijdig gewoon bij. Doordat ik die andere al een klem in maak. Het is een heel verhaal. Kon je volgen en toen ging ik borstelen. Mag ik weer een jonkje geven? Jonkje, kaarten door die jonkje. Laat zien. Hier maak je een klem in, zeg maar. Met deze hand. Ah ja, dan moet je nog ompakken met die andere. Precies. Als ik hier druk ga zetten, dan heb ik hem hier eigenlijk nog niet los. Maar kan dat best wel. Kijk. Dus. Wat heb je doet. Je hebt dan geen druk gezet. En hier. Ja. Dat is nog een paar seconden. Ja.
je achterstand is laat, zeg maar. Sorry, ja, achterstand is te laat. Dus daar heb je wel gelijk in dat je te vroeg van inzet. Ja. Kijk, 1, die. Ja. 2, die. 3, die. En dan? Precies. Zet je volgorde van deze weg. Dat is het. Plus dat dan. Ikyo. Ikyo. Hand erbij, die andere hand. Ompakken. En Nikyo. Ja. Dan gaat het goed. Ja. Ik denk dat Stefan zo genoeg net had. Ik wil op genoeg massage. Ja, dankjewel. Ja, bedankt voor de. Ik ga het even naar beneden masseren. Ja. Voelt u nu af? Wil je mee? Oké. Ja, dat was een schoolje. Ja, dat was een schoolje. Ja,